dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Er stond een halve schutting en een stukje buxushaag. En die buxus hebben wij voor de helft weggehaald. En de schutting ernaast gezet op onze eigen grond. Dus hij ligt altijd bij elkaar. Dat zeg je. Ja. Heb je laatst al niet een schutting? Hey, wil je met je man blussen? Van zo begonnen? Ja. Kijk, er komt waar naar boven. Even een puntje van orde. Ik vind het niet prettig als u naar elkaar wijst. Daar word ik zenuwachtig van. Ze ziet eruit als een lekker wijf. En daar is alles mee gezet. Buurman is een vieze eikel, dikke lamlul, klootzak. Ja, dat kun je op televisie zijn. Waarom niet? Moet je bek open mijn gootje, dit is dan niks anders wel. Ja, gedrag je dan net als normaal. Ik ben onderweg naar het Drentse dorpje Zwarte Meer, zo tegen de Duitse grens. Daar woont de 48-jarige Alfred al een hele lange tijd met heel veel plezier in een fijn huis met een ruime tuin. Nou, een en al Drentse gezelligheid zou je dus verwachten. Maar niets is minder waar. Want sinds zijn buren onlangs zonder enig overleg de heg eruit hebben gehaald en een nieuwe schutting hebben geplaatst, is de sfeer tussen de buren om te snijden. En met name zijn buurvrouw, Manuela, zou de grote boosdoener zijn. De situatie met de buren is uit de hand gelopen. Je kunt niet verzoenlijk met die mensen praten. Dan krijg je gewoon scheldwoorden gelijk weer terug. Het is, het is oorzakelijk de buurvrouw. De buren in kwestie, Jos en Manuela, die snappen helemaal niets van het gezeur van hun buurman. Zij zeggen, wij hebben ons gewoon keurig aan de regels gehouden, want die nieuwe schutting die staat volledig op onze eigen grond. En daarbij, wij zijn eigenlijk veel te lief geweest voor onze buurman. Hij moet eens ophouden met zijn gezeur, want hij heeft nog een stuk grond van ons in bezit. En als hij zo lastig blijft doen, dan willen we dat graag terug. Aha. Nou ja, als hij dan vervolgens inderdaad spullen aan mijn schutting gaat hangen en eventjes denkt van nou die 30 centimeter die pik ik in, die bestraat ik even lekker. Maar we zijn geen Sinterklaas natuurlijk. Inmiddels is er sprake van een behoorlijk grensconflict en is het niet de vraag of, maar wanneer het uit de hand gaat lopen. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser afreist naar Zwarte Meer om voor eens en voor altijd paal en perk te stellen. Het probleem is gewoon de schutting. En je kunt er nog zoveel poespas omheen maken, maar het probleem is gewoon de schutting. Dit is hem dan. Dit is onze nieuwe schutting op onze eigen grond. Om van het gegluur van de buren af te komen. Zonder ook overleg of zoiets, op een dag dat ik er niet was, hebben ze deze schutting neergeplaatst. Eigenlijk zou je nog een stukje deze kant op moeten, want hier ligt de scheidingslijn. Dit was de scheidingsvogel van de buurman. En daar moest ik vanaf blijven. Het probleem is dat hij zegt dat het een gezamenlijke schutting is, maar hij staat op onze grond. En wij hebben hem betaald, we hebben hem gezet. Dus wie zijn schutting is het dan? Ik trouw mijn vlinders, die zijn er gewoon afgetrokken, die zijn gewoon verfrommeld en die zijn er neergegooid. Dan zijn hij gewoon wel betaald. No problem, dan mag hij ook zijn vlindertjes eraan hangen. Maar ben je toch een klein kind dat je zoiets kapot moet maken? Wat hij nu doet is gewoon puur treiteren, irriteren. Zodat je maar uit je dak gaat. Ze hebben niet meer verstand. Dat zijn gewoon van die kanslozen. Die hebben gewoon niet meer verstand. Ik snij hem echt zijn kop eraf. Zo ver ben ik. Het is gewoon... een vieze, dikke eikel. Ze proberen mij gewoon uit de tent te lokken. Zo. Daar zijn we dan, dit mooie Drenthe, Zwarte Meer. Ik was er persoonlijk nog nooit geweest, maar voor alles een eerste keer. En ook in Zwarte Meer maken de buren dus ruzie. Eens eventjes kijken waar we zijn. Dit hier is het huis van Jos en Manuela. En aan deze kant moet dan het huis van Alfred zijn. En dan moet dit onmiskenbaar de schutting zijn waar het vandaag allemaal om draait. Nou, gezellig, in Drenthe gaan ze altijd achterom. Eerst hier eens een kopje koffie drinken. Goedemorgen, Alfred. Goeiedag. Kijk, dan heb ik de goeie. Aangenaam. Over het post. Leuk te leren kennen. Onder vervelende omstandigheden heb ik begrepen. Het is een moeilijke situatie geworden. Het is kleine opstapelingjes bij elkaar. En dan is op een gegeven moment is de bom geknapt. Ja, en voordat hij nog verder barst, zullen we maar gewoon eens de koe bij de horens vatten. Helemaal een goed idee. Want het gaat dus om deze hele schutting, hè? Eigenlijk van voor tot achter. Ja.
Maar laten we eens even aan de voorkant beginnen. Want ergens is op een gegeven moment een heg verdwenen en een schutting geplaatst. We stonden vanaf daar. Ja. Stonden gewoon altijd zo'n mooie, zo'n kleine buksjes. Ik ben daar weg en de buren beginnen zo in één keer, de helft van de buksjes, over de volledige lengte eruit te halen. En dan hebben ze de schutting aan die kant er weer neergezet. Wat vond je daarvan? Ik denk, doe niet moeilijk. Ik pak de rest er ook uit en ik straat het even dicht. Maar ik was op het einde, dan komt Jos er in één keer op hoge poot. Hij zei, waar ben je mee aan de gang? Ik zeg, ik straat het even dicht en niks meer te maken. Hij zei, dat is de scheiding. Je blijft aan jouw kant van de scheiding. Maar wacht even. Het is jouw kant van de schutting? Ja. Maar je mag er niet aankomen? Nee. Oké. Wat maakt het uit als ik hier mijn tegels er even naar nou? Ik bedoel, ik wil er zelf ook nog wel klinkers in gooien. Ook wel geel zand in. Ik denk, dan maak ik dat gewoon even netjes. Dan blijft dat een beetje schoon. Dan kun je een keer met een gifspuiten langs. Dan hou je dat netjes. Het is toch in een albage. Heb je nog meer problemen met de schutting, los van het feit hoe die staat? Kijk, ik ben niet de moeilijkste. Maar als Sully overal over begint te zeuren, wil ik ook alles volgens de wet hebben. Ja. En volgens de wet mag jij een schutting op 2 meter hoog hebben, vanaf de hoek van de woning naar achteren. Vanaf de hoek naar de woning naar voren moet het 1 meter zijn. Dus je wil eigenlijk gewoon dit stuk tot aan de stoep 1 meter? 1 meter. Want volgens mij zijn de buren ook gewoon Nederlanders en moeten ze zich ook aan de Nederlandse wet houden. Even anders, we zitten erg veel voor thuis. Hier zo? Ja. Ik denk, ik ga even naar de Action en ik haal een paar van die vlindertjes op. Deze? Ja. Och ja, die zijn leuk, hè? Die waren leuk. Want? Ik had er 3 vlindertjes op zitten. Ik heb hier nog één. Die hingen hier zo aan de schutting? Ja. Ja, die had gewoon aan de schutting gemaakt daar. Ja. En daar stond de buurvrouw ook niet aan. En wat heeft ze gedaan dan? Ze heeft ze eraf getrokken. En ze heeft ze daar gewoon op de straat neergegooid. Ik denk, waar ben je toch mee bezig? Waar ben je toch een klein kind? Zo los je dat toch niet op, of wel? Sorry. Ik heb totaal wel geen respect meer voor de hele familie niet meer. En heb je er wat van gezegd toen ze die vlinders zo op de grond gooiden? Ja. En wat zei ze toen? Je moet je bek houden, Mongooltje. Meer kan ze ook niks anders zeggen. Wacht even, wacht even. Heeft zij Mongooltje gezegd? Ja. Waarom zegt ze dat soort dingen? Omdat er niet meer IQ in die dame zit. Ik heb een zoon, die is blinderd. Die is nu 14, die is ook een rolstoel. En als je dan elke keer uitschuilt voor mijn gootje, gaat je niet in een klauwe kleren zitten. En dat gaat helemaal niet om dat mijn zoon op een gehandicapt is. Maar ik vind zulke soort woorden gebruik je niet. Heeft ze, ik wil het toch weten. Heeft nou, ik zou nog even een ander stukje van. We kregen nog weer wat woorden. Maar nu zeggen ze dat ik die hek daaruit heb geropt. Dit hek? Ja, maar dat was haar zoon. Die kwam er met mislukte karate trap kwam niet eraan. Oké, dus ze beschuldigt jou nu van het kapotmaken van het hek, terwijl hij het eigenlijk gedaan heeft. Ja. Wat moet ik doen? Moet ik nog een keer tot 10 tellen? Of moet ik even over de hek instappen? Want ze zijn niks anders dan je aan het provoceren. Zullen we anders even een stukje doorlopen, ja. Alfred? Heb je nooit eens even gedacht van ik ga het onkruid even aanpakken? Nee, ik denk laat eerst meester Frank Visser maar zeggen hoe de scheidingslijn er nu alles loopt. Ja, want waar denk jij dat de erfgrens loopt? In deze schutting ja? Staat op de erfgrens. Maar volgens mevrouw is dat niet zo. Want jullie hebben een landmeter ingeschakeld. Ja. En die heeft wat uitgemeten. En Jos die heeft hem gewoon een punt aangewezen. Daar heeft die landmeter uit weggemeten. En ik denk voor 90% tot 99% dat Jos hem de verkeerde punt aan heeft gewezen. Oké. Dus jij vertrouwt dat niet? Ik vertrouw het niet. Jos, die wees die man gewoon, deze plek moet je aanwijzen. Dus die man die houdt die landmeter houdt daar zijn hoogte meter op. Die gaat een beetje terug. Kijk. Daar heeft hij zijn pakket in geslagen. Hij heeft nog 2 pakketten erin geslagen. Aan de buren zijn kant. En dan ook aan mijn kant. Die aan mijn kant kun je nog zien, die staan er nog steeds in. Maar die van de buren die zijn er alweer uit. Dus ik heb weinig vertrouwen erin wat er ook met gebeuren moet. Is het niet tijd voor een kop koffie? Het is 12 uur. Kom, laten we maar eens even in de schuur een slipje gaan zetten. In het slipje? Ja. Ah, hij heeft een bijnaam, hè. Iedereen heeft zo'n schuurtje, hè, waar het even gezellig kan zijn. Hé. Hey. Dat is Jacqueline. Ja. Jacqueline is overal altijd rustig, hoor. Schrik me niet. Ja, nee, ik zal het. Dan ga ik naar Jacqueline zitten, jongen. Kop koffie? Lekker. Suiker en melk graag. Oké. Victor. Ellende, Jacqueline donder van de kruk. Maar die meid die drinkt ook zoveel.
omhoog. Nou goed. Zo. Lekker blijven zitten. Maar dit is een beetje het buurtcafé, Nee. Dit is gewoon een schuurtje. Nou ben ik natuurlijk wel benieuwd, waarom heet het hier het Slipje? Er was een kind kameraad van mij. Die heeft gezegd, ja, is ja, café het Slipje. Nou, ik zei, is café het Slipje. Logisch. Ja, het leven is niet moeilijk. Zo is het. Zit je er erg mee in de maag met de hele zaak? Ja, ik doe niks anders dan het hele jaar al. Probeer me rustig te houden. Maar dat hou je natuurlijk niet eeuwig vol. Nee, maar er zijn dingen gebeurd. Ik kan niet meer door de beugel. Nee. Zoals? Dat is dat Toby tegen mij gezegd heeft. Dat is haar zoon. Ja, laat het zo jou nog vergaan. En pak maar op, anders koppen we jou ook in een karretje. Net als zo'n karretje waar je zoon in zit. Dat is een heftig dreigement. Ja. Dat heeft hij gedaan. En wat deed het met jou toen hij dat zei? De stoppen knapte me even door. En ik kreeg ze net op tijd. Heb ik me even bedacht. Ik denk, nu kan ik wel naar binnen gaan. Maar dan gaat alles mis. En dan zit mijn vrouw aan en met de kinderen alleen thuis. Ja, want dan sla je door en dan beland je achter de tralies, bedoel je? Ja, op een gegeven moment knapt de bom. En dan heb je nog geluk dat ik het nog bij Skelden hou. Het kan natuurlijk ook op een andere manier de bom batsen. Mijn zoon is elke keer bang als ik wegga. Dat ik hem s'avonds niet naar bed breng. Want hij is bang dat er wat gebeurt. Hoe oud is hij? 14. En wat zeg je dan tegen hem? Kom er goed mee om. Doe me rustig. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jou ook door merg en been gaat. Ja. Hè? Toch? Ja. Het is gewoon zo dat ik met mijn zoon zit. Als mijn zoon gewoon kerngezond was, had ik al lang een bord in de tuin gehad, had ik al lang deze woning verkocht. Ik ben gewoon scheid en scheidziek van het volk. Mr. Visser komt hier straks naar Zwarte Meer en die gaat de zaak grondig onderzoeken. Wat is jouw eis voor hem? Dat er gewoon een schutting hierachter komt op een kadastrale erfgrens. Dat we ook gewoon allebei aan die schutting meer betalen. Die voorste schutting, als die op de erfgrens staat, mag die staan blijven. Maar dan wordt die wel verlaagd naar de wettelijke oogtes. Het is mij duidelijk, jongen. Het wordt hoog tijd dat er rust komt. Ik kom jou straks weer halen als meester Visser onderweg is. Ik kom er wel uit. Oké. Okay. Nou, het is een hele toestand. Alfred ziet er natuurlijk op het eerste gezicht uit als een hele stoere, sterke, gespierde kerel. Maar als je hem diep in de ogen kijkt, dan zie je dat het hem wel degelijk allemaal een heleboel verdriet doet. En dat is ook niet zo gek, want er is op een hele nare manier naar elkaar gescholden. Er zijn dingen kapot gemaakt en de buurvrouw zou nogal een bazig type zijn. We gaan het meemaken. Ik ben natuurlijk ook heel benieuwd naar deze kant van het verhaal. Hai. Ja, het is niet echt type waakhond. Daar zijn ze. Dat is mooi. Jos en Manuela. Ja, dat klopt. Kom er even bij. Victor, aangenaam. Manuela. Boel over jullie gehoord. Van buurman Alfred, uiteraard. Hè? Ja. Dus jullie weten waarvoor ik kom. Ja, waarschijnlijk wel. En je kijkt er al, wat zal ik zeggen? Bij. Ja. Daar ben ik anders dus ook wel. Nou, laten we de schutting dan maar eens bij de horens vatten. Want dit is de schutting die jullie onlangs hebben neergezet. Ja, dat klopt. Wat stond hiervoor? Een oud stuk schutting en een heg. De buksenzeg. Daar heb ik over gehoord. Ja. En op een gegeven moment hebben jullie besloten om die buksenshaag te verwijderen. En om daar een nieuwe schutting neer te zetten. Ja. Ja. Hadden jullie dat van tevoren even overlegd met hem? Ja, dat gaat een verhaal vooraf. En toen hebben we later gezegd van nu gaan we zo'n schutting zetten en nu is het klaar. Want dat verhaal vooraf, dat is... Gaten snoeien in de heg en dat soort dingen. En waarom heeft hij dat gedaan? Dan kan het de boel in de gaten houden, denk ik. Om te gluren? Ja, zo kan je het ook noemen. Nou, een van de redenen dat we deze schutting geplaatst hebben, dat dit onze slaapkamer was vroeger. Toen hadden we hier dus een hedera-heg zitten. Een betonnet. En dan liet ik deze slingerbladeren zeg maar zo er doorheen lopen. En dan kom je de volgende dag en dan waren ze allemaal weer weg. Maar het is gewoon eraf geknipt. En toen heb ik gezegd van nou is het klaar. Nou zetten we een schutting. Nou zetten we een schutting er neer. Een schutting zo, ik wil je niet meer op mijn pad hebben. Klaar. De nieuwe schutting is er komen te staan. Laten we even een klein stukje die kant op lopen. Want de buurman is er dus niet zo blij mee. A, omdat hij zegt van ja, het is slechte kwaliteit. Ja, dat kan. En hij zegt vanaf hier wil ik het gewoon op 1 meter. Zodat je gewoon naar de weg kan kijken. Ja, ik vind het geen probleem als hij de helft betaalt en we zetten hem op de scheiding terug. Maar dan ja. Wordt het een gezamenlijke schutting. En dan mag hij ook aan zijn kant rommel erop hangen. Maar nu staat hij op onze eigen grond. Dus wat wil hij nou dan? Ja, want over rommel erop hangen gesproken, zag ik. Dat woest, ja. Waar was je zo boos over? Wij plaatsen een schutting. Hij wil geen gezamenlijke schutting. En gaat die rotzooi aan mijn schutting hangen. Als ik dan zeg van dat het er niet op moet, dan moet je het er gewoon afhalen. Dat wil hij dus niet. Nee. Als ik daar een schutting plaats, op mijn eigen grond, zelf betaald, dagenlang aan keihard aan het werk geweest met z'n tweeën.
En een ander die denkt van, ik heb gelijk 30 centimeter grond erbij. En ik pak er een, maak er een poster op en ik hang de vlinders aan. Zo werkt dat toch niet. Nou heeft Alfred mij ook laten zien dat hij niet helemaal stabiel meer staat. Dat heb je zelf gedaan. Heeft hij dat gedaan? Ja, daar heb ik een filmpje van op verstuurd. Nou, op een gegeven moment komen we dus beneden. Want meneer liep te schelden als een idioot. Tegen de schutting aan het trappen. Hij is nu helemaal los. Het lijkt toch ook niet meer? Plaats je een nieuwe schutting? Hier. Als je dit ziet, springen de tranen toch in je ogen. Er is ook een boel gescholden over en weer. Mongooltje, ja. Onder andere. Heb jij dat gezegd? Vind jij dat? Ik ben de schelder. Ja, ik was maar ook niet zomaar uit het niks, hè? Oké, wat was dan de aanleiding waarom jij dat gezegd hebt? Omdat ermee uitscheld voor vieze kankerhoer en vieze GHB-hoer, slet. Meen je dat? Ja, dat meen ik, ja. Het wordt er niet chiquer op. Nee. Nee. En ik heb ook begrepen dat jullie zoon tegen hem gezegd heeft, pas maar op, want anders dan eindig jij ook in zo'n karretje, net als je zoon. Nou, dat zal misschien wel kunnen, maar niet dat ik het gehoord heb. Nee. Zullen we anders een stukje die kant op lopen, even weg bij het verkeer? Kunnen we ietsje rustiger praten? Hé, hey, jongens. Goed volk. Maar de ruimte, jongens, hè? Even kijken, tot hoe ver is van jullie, jongens? Tot aan die hoge boom, zeg maar. Ja. En wat zouden jullie nou het liefste over de hele erfgrens willen? Nou, ik heb hekwerk gekocht. En ook meer voor die honden natuurlijk. Ja. En die wil ik erom toe zetten. Maar zo'n hekwerk is niet heel gezellig. Dat kan, maar als die hond dan op straat loopt met een geboorte mee. Ja, dat is ook niet gezellig. Dat vind ik ook niet gezellig. Nee. We hebben een hekwerk gekocht, zodat de honden er niet uit kunnen. En wat hij aan zijn kant doet, moet hij allemaal zelf weten. Als hij dan een andere schutting wil hebben. Nou, wie mij kerst. De buurman zegt, ik ben eigenlijk wel bang dat het eerdaags een keer escaleert. Ja, als het zo door doet wel. Ik ben niet voor niks overspannen. Onder andere van de hele situatie met de buurman? Onder andere. Ja, waar hij op internet gezet heeft. Ja, dingen wat hij op internet geplaatst heeft en dat soort dingen. Wat heeft hij op internet geplaatst? Een filmpje dat ook die vlinders eraf sloopte. Dat heeft hij op internet gezet. Dus met naam en toenaam. Hij heeft gewoon 3 camera's. Die kan je van binnenuit besturen met je mobieltje of via je computer, weet ik het. Die staan niet op mijn pad gericht, zegt hij. Maar toch filmt hij mij op mijn eigen pad. En dan vervolgens komt de politie en die komt dan kijken. En dan is de camera kapot. Dat vind ik heel apart als je mij filmt op mijn eigen pad. De buren zeggen dat je een paar camera's hebt hangen. Dat klopt. Als er eens wat gebeurt, dan heb je wat bewijsmateriaal. Ja. Toevallig heb ik de beelden dat de buurvrouw de vlinders van de schutting aftrekt. Dat staat op de camera's? Ja. Ik kan je wel even laten zien. Even kijken. Oké, ja, ik zie de buurvrouw hier driftig aan het werk. En die trekt inderdaad die vlinders eraf. Inderdaad. Over dit filmpje gesproken. De buurvrouw is best wel woest dat jij dit op social media hebt gezet. Ik weet dat het niet mag. Maar ja. Je was boos. Ja. Wat doet de hele zaak met jullie? Ja, uitdaags continu uit. Dan kun ik me verwachten dat het een keer verkeerd afloopt. Ja, jij bent ook bang dat het eerdaags een keer uit de hand loopt. Ja, als ik uit de bus stap, dan is dat ook van de muur van kom maar. Meen je dat? Ja. Dan daagden jullie uit? Daagden jullie gewoon uit. Van kom maar knokken of zo? Ik maak me er kwaad om. Kijk, maar als ik hem er wat voor ramp, is er niks aan de hand. Dan ga ik zelf de bak in. Maar als een van de jongens dat doet, dan zit ik dus zonder hier. Meester Visser komt hier straks naartoe. Met het kadaster, om de zaak voor eens en voor altijd uit te zoeken. Wat is jullie eis voor hem? Dat de schutting voor op de scheiding komt. Ja. Maar dan moet hij gewoon de helft betalen. Dit kan hij gewoon laten staan en wij zetten onze hekken er gewoon voorlangs. Dan hebben we nog de camera's. De camera's mogen weg. En hoe moet het dan in het contact? Contactverbod. Ja. Contactverbod. Voor mij hoeft rust. Mij, helemaal niks meer. Het is maar duidelijk, jongens. Dankjewel. Ik kom jullie straks weer halen als meester Visser onderweg is. Nou. Even rustig aan. Ja. Kleine glimlach. Okay. Dankjewel. Tot straks. Jo. Het is toch eigenlijk best een hele bijzondere zaak vandaag. Want ik heb namelijk het idee dat beide partijen gewoon exact hetzelfde willen. Namelijk rust en duidelijkheid over die erfgrens. En wat er dan uiteindelijk op die erfgrens komt, dat zien we dan wel weer. Maar het grote probleem hier is dat onderling overleg tot op heden nog niet is gelukt. Dat is alleen nog maar uitgedraaid op ruzie. En dus ben ik heel blij dat wij er zijn. Meester Visser is onderweg. Die heeft uiteraard het officiële kadaster bij zich om voor eens en voor altijd te meten hoe die erfgrens nou precies loopt. Ik heb met beide partijen afgesproken op de oprit. Kijk eens aan. Alfred staat al klaar. Ik ga de buren erbij halen.
Kijk, mag ik jullie vragen om erbij te komen? Hartstikke goed. Hi Manuela, lopen jullie met mij mee? Want de buurman staat te wachten. Mag ik jullie vragen om aan de andere kant van het hek te komen staan? Nee, dat gaan we niet doen. Daar hebben we geen zin in. Dat doen we niet? Nee, we blijven op ons eigen pad. Eigenlijk wil ik gewoon dat we ieder op ons eigen pad blijven. Dan heb je nergens geen last van. Groeten we elkaar nog? Nou, nee. Niet nodig. Ook niet. Maakt me nu zo. Goeiedag. Ik wil nog een keer goeiedag zeggen. Zeg je gelijk, nee, we zeggen geen goeiedag. Misschien moet jij beginnen met wat jou zo stoort, bijvoorbeeld aan de schutting. Alles kan in overleg. Maar als ik een dag weg ben en ze flansen een schutting in, oké, rustig blijven. Ik denk, straal ik het even aan. Kom eens eraan met een grote bek dat ik op mijn eigen helft moet blijven. Hij wist dat er een schutting kwam. Nee. Het is gewoon overleg dat er een schutting kwam. Dan kun je helemaal niet over een schutting overlegd worden. Maar jongens, wie staat er nou te jokken? Er is wel overlegd. Nee, daar had ik wel verwacht dat ze dat ontkenden. Want ze speelde altijd de onschuldige schaap. Waar is het nou misgegaan, jongens? Bij het snoeien. Drie keer gezegd dat jij niet op mijn pad moet snoeien, maar je doet het gewoon. Dat is één keer gebeurd. Dat is niet één keer gebeurd, dat is meerdere keer. Dat is één keer gebeurd. Ga dan weg, jongen. Maar weet je wat het grappig is, jongens? Nee, wacht even. Mevrouw die je vertelt dat zij heeft de kadaster gebeld. Dan komt er een landmeter. Jij vertrouwt die landmeting niet. Ik vertrouw die mensen niet. Nee. Ze liggen alles bij elkaar. Mevrouw die leidt iedereen om de tuin met haar dikke tit. Er is nog een pittig incident geweest. Dat heeft er bij jou ingehakt omdat je het heel na vond wat hij tegen je gezegd heeft. Dat gaat over jullie zoon, Toby. Ja. Die zou tegen jou gezegd hebben... Die heeft in mijn lage zojono vergaan. Kom maar op, we schoppen jou ook in een karretje, net zo'n karretje waar je zoon in zit. Maar wat had je tegen haar gezegd dan? GHB-oer. Dat bedoel ik. Wat heeft ze altijd tegen mij gezegd dan? Nou? Zit er altijd in mijn gootje, of niet? Je bek op mijn gootje, dus dan niks anders of wel. Daar gedraag je dan, dat is normaal. Ik stond op het punt om de kop eraf te trekken. Een contactverbod zou wel ideaal zijn. Manuela heeft mij ook verteld dat jij haar vaak loopt uit te dagen. Woorden aan bomen met... trekken, die bomen snoeten van de scheiding, dat soort dingen allemaal. Ja. Moet van scheiden. Je kunt je toch gewoon eens een keer aan de wet houden. Ja, maar over de wet gesproken, daar is hij. Meester Frank Visser, welkom in het mooie Zwarte Meer, waar het altijd gezellig is. Bijna altijd. Mag ik u voorstellen aan beide partijen? Dit is Alfred, die woont hier. En dit zijn Jos en Manuela. En die wonen hier. En er is heel veel gedoe over deze schutting en erfgrens. Ja. Tada! En die kan ik uitzetten. Zou u achterin kunnen beginnen? Prima. Kom ik u zo meteen helpen met het lint als het kadaster een beetje verder Precies, is. Precies, ja. Want dat moeten we even kijken. Succes. Dan denk ik dat we het beste hier kunnen gaan lopen. Want een van de problemen is de hoogte van de schutting. Ik zeg gewoon, als we hier een probleem hebben, heb ik daar een probleem mee. Dan gaat alles naar de wettelijke hoogte. En de wettelijke hoogte is een meter. Ja. En deze is geen 1 meter, of wel? Hij is nu 1 meter. Haha. 1 meter 16. En dat vindt u te hoog? Ja. Dat is voor mij natuurlijk even een mooie gelegenheid om eventjes, nou ja, het slipje te ontdekken. Er zit heel veel geschiedenis in, hè? Het is heel veel historie. Want dit is bijvoorbeeld de slip van Kobe. Kobe is hier, nou ja, wel een bekende schoonheid uit Zwarte Meer. En die heeft hier na een hele gekke avond haar slip als een soort van reliquie achtergelaten in de kroeg. Waar staan de camera's? Zie daar aan die witte palen? Dat zijn daar zie ik drie camera's maar liefst. En waar staan die op gericht, meneer Post? Eén, die staat op de vrachtwagen gericht. Die andere, die staat die op autohok hier gericht. En die andere, die moet op die zwembad gericht staan. Maar ik kan die camera zien, die middelste. En als ik de camera kan zien, kan de camera mij ook zien. Kijk. U heeft een beeld? Ja. Maar ik kijk alleen op de camera als er wat kapot is of als ik wat mis. Maar goed, hij geeft dus wel ook een stukje van dit erf, wat toch? Wat dan? Dit is niet pad. Dit is toch... Dit is zijn... Dat is een mooi pad, jong. Maar hij kan ze ook draaien, volgens mij, ja? Dus wat dat betreft... Kunnen ze draaien? Moet ik erin klimmen? U kunt ze niet automatisch draaien? Niet dat ik weet. Nou, het kan volgens mij wel. Maar goed, ik vind het in ieder geval irritant dat ze er hangen. En ik voel me ook bekeken. En dit is dus echt een slip met een verhaal. Ja, want deze slip was van Wilma. En Wilma die is hier op een avond helemaal losgegaan. Lalala, in de lampen. En die heeft haar slip hier toen laten hangen. En die heeft dus sindsdien nooit meer een slip aangehad. Dat is de laatste avond. En dan? Komen we op een heel stuk waar helemaal niks staat. Dit hebt hij er ook afgesloopt, want het was allemaal even hoog. Van wie is die schutting dan? Nou, die schutting is toch van mij, of niet? Dan heb je toch overleg, of niet? Je doet toch ook alles zonder overleg, of niet? Dan ben ik nog gek. Van wie is die schutting dan? Ja, hoe je bek, dat is een mogol.
Oh. Hier. Hier. Hier, kijk, hij zegt het zelf. Nou, ik heb hier geen belang meer. Waar gaat u heen? Nou, dan komt er waar een beetje boom. Het bloed begon in één keer te koken. Ik denk, ik moet hier gewoon weg, maar dit, anders gaat het mis. Wat je nu eens gezien hebt, is gewoon de ware Alfred. Zoals hij uit zijn slof schieten met Mogol. Wat ik dus eigenlijk niet mocht zeggen. Wat hij dus wel zegt. Ja. Alfredus, wat is er aan de hand? Ik zong zo'n stukje en ik had hem de kop eraf getrokken. Dat meen ik. Ja. Ik maar... doe me niks anders. Ik werd vanmorgen. Waar ik om een uur of half vijf, vier uur, half vijf, waar ik al wakker. Dit maakt me kapot. Ja, oké. Okay. Dan kom anders daar even zitten. Mag je gewoon bij het slipje daar op je terras zitten, maar dan heb ik je er een beetje bij. Victor? Ja? Kom je even naar voren, want we gaan de erfgrens uitzetten. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat u even meeloopt. Nee, we gaan... Nee, maar als ik kijk volgende week weer berichten, we weten het niet. Hij steekt hier de schutting over. Dus ik ga nu even naar de andere kant. Als u hier blijft staan, ja. Steek ik even over. De erfgrens heeft geen knik, maar de schutting. Correct. Erfgrens is compleet recht van voor naar achter. Geef mij een lint en we zijn in ons element, hoor. Zo. Waar is Alfred toch, meneer Post? Die zit in het slipje. Jongens, het is toch een heel makkelijk spelletje. Kadaster in midden, schutting erin. Jullie aan die kant, wij onze kant en het is toch klaar? Ja. Wat is nu dan het probleem? Als Victor nou eens een beetje opschoot. Ja, maar hier zijn brandnetels. Ja, je bent er ook bij de padvinders geweest, of niet? Kijk, hier wordt het wel weer een behoorlijke taartpunt. Ja. Dat komt deze lijn nou een beetje overeen met de meting van jullie landmeter? Ja, dat zag ik al aan die stipje verderop. Dus dat klopt. Okay. Dit is de erfgrens. Zo is die. Nou, wel blij dat in ieder geval de meting een beetje klopt. Ja, dat vond ik eigenlijk het belangrijkste. Daar was ik wel bang voor. Dat het echt een hele andere meting zou worden of zo. Voor. Want dan zou ik echt ongelijk hebben. En nu heb ik eigenlijk sowieso geen ongelijk. Ja. Beste mensen, ik heb het hier allemaal gezien. We gaan nu naar de hoorzitting en dan gaan we over de zaak praten. En dan beloof ik u dat er vandaag nog een oplossing komt. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat deze twee buren absoluut niet meer samen door één deur kunnen. Ze praten niet meer met elkaar, dat lukt eigenlijk niet meer, ze begrijpen elkaar niet meer. En Alfred liep dan ook zwaar gefrustreerd en boos weg. Eén ding is wel duidelijk geworden en dat is de erfgrens. Hoe loopt die nou precies? Nou, daar is geen twijfel meer over mogelijk. Dat heeft het kadaster keurig gedaan. Maar ja, wat betekent dat nou allemaal juridisch? Dat gaan we nu horen, want het is tijd voor de hoorzitting. En die vindt hier plaats in dit hotel. En zo ongeveer heel Zwarte Meer zit in de zaal. Als minister Frank Visser mijn eisen wel gelijkstelt, komt er een schutting op de erfgrens. En dan is de koos mee af. Dan is er weer rust. Mocht Alfred winnen, dan wens ik hem veel succes. Ja. Met zijn nieuwe buren. Welkom, we zijn hier in Emmen. En aan de orde is de zaak tussen Alfred en Jos en Manuela. Het gaat over een erfgrenskwestie en een paar dingen die er nog bij zijn gekomen. Maar aanvankelijk ging het erg goed, geloof ik. Gewoon normaal. Nou ja, ik heb begrepen dat als u bezoek kreeg van mensen met trekkers, dan konden ze die gerust even kwijt op de grond van de buren. Ja. Ja, dat klopt. En u kwam nog bij elkaar over de vloer? Of, Nee, mooie goede dag en voor de rest was... Ja, u kwam nooit in café Het Slipje? Eén keer geweest. Eén keer? Ja. Dat was meer mannen dingen, denk ik. Nou, was wel gezellig toen. Ja, was wel gezellig. Oh, nou, kijk eens aan. Wanneer ging het verkeerd? Het snoeien van de Hedra aan mijn kant van de schutting. Ja. Verschillende keren gevraagd dat hij dat niet wil doen. Mm-hmm. Toch gewoon doorsnoeien. Is dat zo? Nee. Hoe ging het dan? Ze ligt alles bij elkaar. Ja, dat zeg je. Ja. Heb je laatst nog schutting? Wil je hem zo wil je nog je mam lussen? Wil je nog je mam lussen? Gewoon zo begonnen. Ja. Maar, ja. Kijk, er komt waar haar naar om. Even een puntje van orde. Ik vind het niet prettig als u naar elkaar wijst. Daar word ik zenuwachtig van. Nou, ik ook. Dan gaan we nu naar de voorkant. Op een gegeven ogenblik staat er opeens een kloeke zwarte schutting voor. Ja. Is er enig overleg geweest met de buurman? Nee. Maar is dat niet handig om als je in zo'n schutting zet even met de buren te bespreken? Nou, de communicatie was al niet de best, dus de... Oké, u zet die schutting daar neer en dan breekt de hel los eigenlijk, want er stond een hegje. Er stond geen hegje alleen, er stond een halve schutting, zo. Uh-huh. Ja, een stukje buksels. En een stukje buksenhaag. Ja. En die buksels hebben wij inderdaad voor de helft weggehaald en de schutting ernaast gezet op onze eigen grond. Uh-huh. En de rest van de schutting, wat zijn schutting dus was, die is gewoon blijven staan. En de volgende dag heeft hij alles weggehaald. Maar daar was u het weer niet mee eens?
Nou ja, dat hij die buksjes en alles weggaat, dat moet hij zelf weten. Maar dan moet hij niet aan de schutting rotzooi gaan hangen. Oh, en wat, jullie hebben ook allemaal rotzooi aan mijn schutting gehangen, ja? Oh, tenminste, dat was ik niet. Maar dan heb ik jouw vraag gezien, ja? Die dikke, zware ekken, die staan allemaal tegen mijn schutting aan, ja? Ja. Dus ik mag een paar vlinders van de Action, mag ik daar niet ophangen? Nee. Maar ze mogen daar wel zware ekken allemaal tegen mijn schutting aan gooien? Ja. Ja, dat snap ik niet. Maar goed, die schutting voorkwam er. En dat leidde tot de nodige commotie. Want u heeft die arme vlinders eraf gerukt. Ja. En daar hebben we mij dus mee gefilmd. En die hebt die op internet geplaatst. De bericht heeft misschien een uurtje erop gestaan. En toen heb ik er weer afgehaald. Oké. Okay. Maar ik heb er geen namen of niks bij gezet. Nee. Maar dat schuttingje voor, er is ook nog tegen aangetrapt. Ja. U heeft het tegen aangetrapt. Ja, daar zei je op foto. Dus. Nou, het is een degelijke kwaliteit. Hij staat nog. Maar ik heb toch gehoord dat ook vanuit uw kamp ook iets onaangenaams gebeurd is. Iets onaangenaams? Zij zegt dat ik dan die schutting eruit getrapt heb. Maar wij stonden bij de tweede schutting. Toen is haar zoon eraan gekomen. En die is met mislukte karatentrap. Ik weet niet als hij nog voor mij gericht was of voor die schutting was. Is nog met de poten nog op blijven steken. En toen heeft hij ook nog tegen mij gezegd. Kom een tijd, dan zullen we je ook in een rolstoel schoppen. Net als wat je zoontje heeft. Hij had het beter kunnen doen. Had je kop dicht gehad. Hoe moet het nu verder? Wat wilt u? Ik wil gewoon een schutting over de complete erfgrens. Maar aan de voorkant staat toch een schutting? Die kan gewoon weer terug op de erfgrens. Dan kan meneer toch de helft betalen. Oh, u wilt dat hij eraan meebetaalt? Ja. Wat vindt u daarvan? Die holle schutting wil ik niet op bescheidingen. Als er een schutting komt, komt er een fatsoenlijke schutting. Ik vind deze schutting fatsoenlijk genoeg. Je weet goed. Je hebt niks beelders. Dat klopt. En dat ga ik ook niet betalen. Dan gaan we naar de achterkant. De erfgrens was het probleem niet. Die is helemaal kaarsrecht. Als er al een nieuwe schutting zou komen, dan moet die ook kaarsrecht komen. En zo ingewikkeld is het niet. Nou, dan moest ik nog eventjes over die camera's, maar daar ben ik snel klaar mee. Want u voelt zich begluurd door die camera's, maar uit niks blijkt dat hij u kan zien met die dingen. Het zijn 360 graden draaibaar, dus. Ja, maar dan moet hij eerst die palen inklimmen. Dat zegt hij. Is dat niet zo? Ik weet dat niet. En dan moet je zo'n camera-expert bij hebben. Kijk, en die kan je dat vertellen. Ik heb er geen verstand van. Nee, je hebt er geen verstand van. Maar als het erop op film aankomt, weet je het wel. Ja, en dan de onderlinge bejegening. Nou, dat is dus helemaal uit de hand gelopen, hè? Ja. Ja. Hoe moet dat verder? Een contactverbod, dat is nog het allerbeste. Ja. Ze zijn sowieso al geen goede dag. Dus wat heeft een contactverbod nog wat van zinnen? Ze zijn normaal gesproken ook geen backlash. Nou ja, contactverbod heeft in zoverre zin dat als ik hier vertrokken ben en volgende week dan is het weer vechten rond die schutting. Dan weten we dat het contactverbod is overtreden. Snap je? Oh. Dat helpt. Ieder zou aan zijn eigen kant blijven. Heb je nergens geen last van. Goed. Dan sluit ik de hoorzitting. Ik kom straks terug. En dan zal ik u zeggen hoe ik over deze zaak denk. Tot straks. Het probleem is gewoon de schutting. En je kunt er nog zoveel poespas om meemaken. Maar het probleem is gewoon de schutting. Ik ben er gewoon kapot van. Blijf gewoon aan je eigen kant. Laat me met rust. Nou. Het was wat. Het was wat. Ik ben er helemaal klaar mee. Ja. Hoe is het gegaan voor je gevoel? Ik heb er nu wel vertrouwen in. Ik heb me vandaag ook wel afgevraagd van, hoe moet het nou verder? Nou, je zag hoe het tekeer ging, Alfred. Ja. Dat is het dus dagelijks. Jullie werken op elkaar als een soort rode lap op een stier. En daar moet natuurlijk wel een einde aan komen. Ja. Dus wat mij betreft, contactverboden of zo. Nou man, hoe is het gegaan? Ik heb één of twee keer goed tot 10 moeten tellen. Stel nou dat meester Visser zegt van nou dat hek wat zij daar hebben liggen, dat natuurlijk open is, dat vind ik goed genoeg. Het is geen oplossing als je daar van een rotzooi weer neerzet. Je kunt er beter gewoon een mooie, verzonnelijke schutting neer laten plaatsen. Ja. Nog een paar minuten geduld, dan weet je waar je aan toe bent. Ik hoop dat ik er dan vanavond ben, echt waar. En ik hoop dat ik dan vanavond weer lekker rustig kan slapen. Ik hoop ik ook voor je. Dames en heren, na een lange emotionele dag waarop we de donkerste kant van Zwarte Meer hebben gezien, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, wat gaat meester Visser nou toch doen om de rust tussen deze twee buren terug te brengen? En wat moet er komen op die erfafscheiding? Wordt het een schutting? Wordt het een hek? En wie gaat dat betalen? Ik wil u allemaal vragen, voor zover mogelijk, om te gaan staan. Want als er iemand is die deze twee buren kan scheiden, is het meester Frank Visser. Gaat u zitten.
uitspraak in de zaak tussen Alfred tegen Jos en Manuela. Ja, het belangrijkste punt van geschil tussen partijen betreft de precieze loop van de erfgrens. Dat geschil is nu eens en voor altijd uit de wereld. Want het kadaster heeft die grens vandaag precies gereconstrueerd. En ik ga uit van de juistheid van die reconstructie. En dat zullen partijen dus ook moeten doen. Wat vervolgens onmiddellijk opvalt, is dat de schutting voor geheel op eigen grond staat van Jos en Manuela. Maar dat de scheiding achter deels op de grond van Alfred en deels op de grond van Jos en Manuela staat. Hoe nu verder? Jos en Manuela willen dat de schutting voor precies op de erfgrens wordt geplaatst. Dat lijkt me een heel goed idee. Daar worden ze ook toe verplicht, waarna deze schutting mandelig wordt en Alfred dus aan zijn kant gerust een vlindertje mag ophangen. Normaal gesproken zou Alfred de helft van deze schutting moeten gaan betalen. Maar niet in dit geval, ik zal het uitleggen. Jos en Manuela hebben immers zonder overleg zelf de kwaliteit en soort van de schutting bepaald, waaraan Alfred part nog deel had en waar hij wel tegenaan moet kijken. Daaraan hoeft hij dus niet mee te betalen. Dat deze schutting aan de voorzijde hoger is dan vergunningvrij is toegestaan, is waar. Maar ik sluit niet uit dat de gemeente dat gaat legaliseren of anderszins afziet van handhaving. Ik laat het dus over aan de gemeente. Dan kom ik nu toe aan de achtertuin. De wet is volstrekt duidelijk op dit punt. Alfred heeft recht op een schutting van 2 meter hoog op de erfgrens. En daaraan moeten partijen voor de helft meebetalen. Een hek is wettelijk gezien niet voldoende. En partijen moeten beide eraan meewerken dat over de volle lengte van de erfgrens achter op gezamenlijke kosten een mandelige schutting van 2 meter hoogte wordt opgericht. Alle contacten erover lopen via de secretaris. Het lijkt me niet goed dat u daarover gaat overleggen, want dat wordt weer slaande ruzie. En als we dan nog niet uitkomen, dan gaat de secretaris zelfs beslissen. Daarmee is de kern van de zaak juridisch beslist. Ten slotte kom ik toe aan wat misschien nog wel het allerbelangrijkste is in deze zaak, en dat is de onderlinge bejegening. Het is mij volstrekt duidelijk geworden dat beide partijen zich wat dat betreft onbehoorlijk hebben gedragen. En ik vind een contactverbod zeker nodig om verdere escalatie te voorkomen. En dat zal ik dus ook opleggen. Voor partijen geldt met onmiddellijke ingang en contactverbod in woord, geschrift en gebaar, waaronder uitdrukkelijk begrepen elke uiting van agressie. Overtreding van dit verbod levert een boete op van €250 per keer met een maximum van €20.000. Het over en weer meer of anders gevorderde wordt afgewezen. Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Meester Visser heeft gesproken. Er zijn niet echt winnaars of verliezers in deze zaak, want jullie hebben allebei eigenlijk gekregen waar je om vroeg. Ja. Rust en duidelijkheid. Maar ik begin even bij jou, Alfred. Blij met de uitspraak? Ja. Nou, dat vind ik fijn. Ga ik naar deze kant. Wat vinden jullie van de uitspraak? Ja, super. Goed. Ik hoop ontzettend dat daarmee de kous af is en dat jullie nu allebei door kunnen met je leven en dat daarmee de stress uit de wereld is. Ik wil ook jouw jongens, de zoons, met klem oproepen om zich aan dat contactverbod te houden, om elkaar niet meer uit te dagen. Dan komt het goed volgens mij, want jullie hebben ruimte zat. Nog. Ik wens jullie allebei het allerbeste. En u bedankt voor uw aanwezigheid en nog een hele fijne avond. Dankjewel. Nou, meester Visser, het zit er weer op. En het bleef nog lang onrustig in het slipje. Ja, nou, maar ik denk dat de sfeer ook in het slipje aanmerkelijk zal verbeteren nu er eindelijk duidelijkheid is. Dat denk ik ook. Zit u nou thuis te kijken en wilt u ook heel graag duidelijkheid en, nou ja, een positievere sfeer? Wacht dan niet langer. Nee. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. Ja, en dan lossen we het op. Zoals elke week weer. Bedankt voor het kijken en heel graag tot volgende week. En over volgende week gesproken, bent u er niet? Nee, ik heb het zo druk gekregen. Mijn nieuwe collega, meester Bart Beuving, die neemt de honneurs waar volgende week. Nou,
Ik verheug me erop. Ja, ik ook. Doen we nog een afzakketje? Ja, maar niet in het slipje. Nee. Niet in het slipje. Nee, dat zou ook gek zijn. Dat zou raar zijn. Als rechter. Nee, in precies. Slipje. In het slipje, dat kan helemaal niet. U bent ook sliploos. Sliploos.